Broeder Teunis heeft ook een vraag gesteld. Hij zet mijn naam er zelfs boven. Mijn vraag, wat bedoelt de Bijbel met de zee? En dan citeert hij een paar teksten, Openbaring 21 vers 1. De zee was niet meer. En hij geeft een paar mogelijkheden van uitleg aan. Dus we schieten er lekker op. De beantwoording zit al in de vraag. En dan gaat het over de boom des levens die 12 vruchten voortbrengt van maand tot maand. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidevolken. Maar zijn er dan in de eeuwigheid nog volkeren? Dat houdt verband met de uitleg op de eerste tekst. En een tweede uitleg wordt gesuggereerd, er is geen zee, geen watermassa meer, behalve de rivier. Maar hoe, wat is juist, vraagt deze broeder. Fijn dat je het vraagt en fijn dat u kijkt om deze vraag te horen beantwoorden. De Bijbel zelf maakt volstrekt duidelijk dat de zee in het boek Openbaring hoofdstuk 13, een beest uit de zee, dat dat de volkeren zijn. De volkerenmassa, de zee, de woelige watermassa, de zee. En er komt een moment dat de zee er niet meer is. Maar dat is de eeuwigheid. En nu komt het erop aan dat je dus, als er sprake is van bijvoorbeeld, er zijn dus nog volken, gaat het dan over de eeuwigheid? Is daar de eeuwigheid bedoeld of bedoelt de Bijbel daar een andere periode mee? Nou, daar ligt precies het antwoord. Er komt een moment dat de gemeente hier vandaan gaat, wordt opgenomen. Dat noemen we de opname van de gemeente. Ze blijft hier niet. Ze wordt daar gebracht waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. Dat is in het huis van de Vader, met die vele woningen. We gaan de Heer tegemoet in de lucht en we zullen door Hem bij de Vader worden gebracht. In het huis van de Vader. Dat is een ander moment dan de zee was niet meer. Als de gemeente weg is, hier weggehaald is, dan gaat God met zijn plan richting Israël verder. Als de volheid der heidenen zal zijn weggehaald, ingevoerd, weggenomen, dan gaat God verder met Israël. Wat hij ooit van plan was, dat gaat hij dan volvoeren. Dus u bent dan in het huis van de Vader als u bij de gemeente hoort. Ik heb het niet over een bepaalde kleur of een bepaalde naam. Ik heb het over mensen die door het geloof in de Heer Jezus de Heilige Geest ontvingen. En de Heilige Geest maakt dat je deel gaat uitmaken van het lichaam van Christus. Als je dat hebt meegemaakt, hoor je bij die gemeente. Dat is een heel bijzonder gezelschap. Hoort hier ook eigenlijk niet. Ons burgerschap is niet hier, maar is daar waar de Heer Jezus is. We gaan Hem tegemoet en we worden door Hem thuis gehaald. Het leven op aarde gaat dan door. Ik probeerde in studies heel vaak uit te leggen dat vanaf het moment dat de gemeente is weggehaald, er een nare, moeilijke tijd gaat komen. Dat noemen we de grote verdrukking, de hele moeilijke tijd. Symptomen daarvan nu al, rondom, maar dan helemaal. Geen symptomen meer, maar echt een uitbraak. Na die periode van grote nood, van grote verdrukking, komt de Heer Jezus op aarde terug. Dat is een ander moment dan ons gaan naar Hem. Dan komen we, ja, wordt nog moeilijker van, komen wij met Hem terug. Nee, maar dan begint de Heer Jezus aan zijn 1000 jaren durend vrederijk. En dan zijn er nog volkeren. Dus als er dan een stroom is, een stroom van water, een rivier van water, bijvoorbeeld in het boek Openbaring, waar de boom van het leven bloeit en waar vruchten zijn,
tot genezing van de volken, en dat is uw vraag, ja, dan zijn er dus nog volkeren. Nog steeds. Er zijn nog steeds Nederlanders. En Europeanen, en vult u in. Allemaal. Maar dan komt er een moment dat de Heer Jezus de Satan weer loslaat. Moeilijk, hè? U had gedacht van, nou, als die Satan één keer gebonden is, dan laat hem alsjeblieft in die cel en haal hem er nooit weer uit. Laat hem niet luchten of kans geven om te vluchten. Ik begrijp dat ook. Het is niet zo makkelijk. En toch wil ik het proberen, eventjes, al is het maar één keer. Als mensen 1000 jaar onder de zegen van de Heere hebben geleefd en continu vrede, vrede en vrede hebben gehad. Geen spanningen meer, geen oorlog, de duivel gebonden. Koe en berin samen. Kind spelend bij een hol van een giftige adder, zegt de Bijbel, Jesaja. En dan zijn die 1000 jaren voorbij en dan wordt de duivel weer losgelaten. En dan begint het gedoe opnieuw. Je zou zeggen, als we nu 1000 jaar zonder die Satan hebben mogen meemaken, gezegend zijn, aan alle kanten, geen oorlog. Oorlog wordt niet meer geleerd. Zwaarden worden ploegscharen. En speren worden snoeimessen. Alleen maar vrede, alleen maar vrede. En dat 1000 jaar van geluk, 1000 jaar van zegen. En dan wordt hij losgelaten. En pats, het is alsof de hele hoegemeente dan ineens achter die Satan weer aanloopt. Dat gebeurt. Dan gaat het einde komen. En dan komt er vuur. Dan komt er het oordeel. En vanaf dat moment zijn er geen volkeren meer. De zee was niet meer. Daar komt die term vandaan. Maar alleen de Heere woont hier op aarde. Zijn tent zal bij de mensen zijn. U vindt dat in Openbaring 21 vanaf vers 1. Heel precies. Dus de Bijbel is heel nauwkeurig op dat punt. Dus dat volkeren ook vergeleken worden met de zee is Bijbels. Dat is heel concreet. En dat die zee een keer ophoudt, je zou bijna zeggen, dat gaat het omgekeerde gebeuren van wat er in Genesis 1 staat. Het was allemaal zee. En toen kwam het droge tevoorschijn. En dan komt de Heer Jezus en dan is er helemaal geen zee meer. Dat is de taal. Maar volkeren, woeligheid, golven, baren, dat is weg. Alleen nog die leven uit God hebben, de mensen, en God gaat wonen bij die mensen. En het is een geweldig, geweldig iets, als je nu kunt zeggen, en die God, die straks gaat wonen bij de mensen, in de Heer Jezus, woont ook in mij. Wat is het een zegen, als je nu kunt zeggen, ik heb leven uit God, ik ben uit God geboren, opnieuw geboren, wedergeboren. Niet nog een keer, dat helpt niks. Maar opnieuw, op een nieuwe wijze, van God uitgeboren. En dat nieuwe leven, dat houdt stand, dat blijft tot in eeuwigheid. Dus die vraag over de zee is volkomen terecht. En ik hoop ook dat je daar nu een beetje zicht op hebt. Maar zelfs als er nog volkeren zijn, dus voor het eindpunt, voordat het einde komt, dan is er ook een stroom van water, een stroom van zegen die ontspringt uit de troon van God en uit de troon van het Lam. Het boek Ezechiël spreekt over een stroom die ontspringt in het huis van de Heere. En Zacharia, een andere profeet uit het Oude Testament, zegt in hoofdstuk 14 dat er een bron ontsloten zal zijn in Jeruzalem, ergens. Daar komt een stroom van zegen, juist uit de plek waar men nu op schiet, waar men nu mee bezig is, die men eigenlijk wel wil wegvagen, waar heel veel gedoe over is. Maar gelovigen hebben houvast, hebben zekerheid dat de Heer Jezus hun bron van zegen is. Dat is een lied, ik zing dat graag. U bent de bron van liefde en van zegen die in het heiligdom ontspringt. Daar wil ik van drinken, daar wil ik van genieten, daar wil ik ook graag verkwikking zoeken.
En dat is bij onze Heer Jezus, bij onze Heiland. U bent echt rijk als u kunt zeggen, Heer Jezus, u bent mijn Heiland, u bent mijn Verlosser. Ik wens u veel zegen. En ik hoop dat u aan de stroom van die zegen uw verkwikking vindt. God zegen toegebeden. Amen. De volgende keer gaat broeder Willem Ouweneel verder met een vragenbeantwoording. U kunt zich abonneren. En over 2 weken dan hoopt u mij weer te zien in hetzelfde kader, hetzelfde programma. Ik hoop ook dat u geniet intussen van uw geliefde Heere en Heiland. En ook van onze God en onze Vader. Amen.